Gerrit en Mathilde en iedereen die erbij hoort, personeel, heel hartelijk gefeliciteerd dat jullie vandaag weer open mogen. En ook bedankt voor de mooie actie die jullie opgezet hebben voor EBF, waar wij natuurlijk weer volledig gaan besteden aan ons tuinproject. Tweede helft van mei gaan wij beginnen met de plannen maken. Dan weten we precies hoe het in elkaar steekt en dan hopen we direct na de vakantie dat de schop in de grond gaat, zodat we eind oktober de tuin kunnen opleveren. Al deze mooie acties die in Elburg op het moment gaande zijn, daar worden wij best wel warm van als EBF zijnde. Wij doen het voor de samenleving, maar als de samenleving dan op deze manier reageert op onze acties, dan is dat wel heel erg mooi. En straks kunnen we allemaal genieten van die hele prachtige tuin. En ja, dan hebben jullie daar ook aan meegewerkt en natuurlijk de mensen die royaal geboden hebben op deze tafels. Ik geef het woord aan de burgemeester. Ja, ook van mijn kant van harte gefeliciteerd dat het weer open mag. Want het is inderdaad ruim een jaar geleden dat we plots werden geconfronteerd met het besluit van het kabinet dat alles dicht moest. Nou, dat was enorm heftig. En ik weet het nog precies, en jullie weten het nog veel beter, op die bewuste zondagavond, een half uur van tevoren, persconferentie in de boel moest dicht. Ik ben in de auto gestapt toen ik ben alle horeca langs gegaan om iets van meeleven te betonen. En even mijn gezicht laten zien, want ik wist wel toen van dit gaat nog wel even duren, dit kon ons heel heftig worden. En uiteindelijk is het veel langer geweest dan wat we gedacht. Dat betekende voor jullie zelfs faillissement. Maar het is fantastisch dat jullie de doorstart weer hebben gemaakt. Dat het terras weer open kan vandaag, het is super weer. Dus gefeliciteerd en heel mooi dat de eerste tafels dan worden beschikbaar gesteld, begrijp ik, voor het goede doel. Dat die ook zijn geveild en dat er een fantastisch mooie opbrengst is voor het goede doel. Helemaal mooi. Ik wens jullie een fantastisch goed seizoen. Ik hoop dat heel snel ook er meer ruimte komt, dat je meer mensen weer kunt gaan ontvangen. Laten we hopen dat de vaccinaties snel gaan, dat er geen gekke nieuwe varianten komen. Dat we deze zomer echt weer heel veel toeristen kunnen gaan ontvangen in deze mooie stad. Succes en EBF Foundation, dank voor het mooie werk wat jullie steeds weer doen en het goede doel. De burgemeester gaat natuurlijk nu de eerste fles losmaken voor de tafels. En dat kan hij wel, dat heeft hij waarschijnlijk wel vaker gedaan. En daarmee is het terrassenseizoen van Elburg, maar van heel Nederland weer geopend. Maar vooral voor de mensen van de Haas die het moeilijk hebben gehad, heel veel tijden. En gelukkig weer heel fris hier staan en heel fijn zijn dat ze weer vol er tegenaan komen. Mensen, ik wens jullie een heel mooi seizoen. Dankjewel. Even bij kleine Gerrit zeggen wij altijd in Elburg staan. Hoe voelt dit nu? Ja, dit voelt toch weer fijn zo. Het mocht natuurlijk eerder, maar nadat je dit bent geweest met alles wat we hebben meegemaakt, dan is dit wel even heel weer tof om te zien. Heb je eergisteren en gisteren voorzichtig lopen oefenen, dat je niet de vingers in de glazen stapt? Ja, dat hebben we al weken gedaan. Dus het is wel apart, want ik loop nu voor het eerst volgens mij zonder bolmachine rond. Dus dat is dan ook wel weer even fijn. Ik wens je heel veel succes en laten we hopen dat het prachtig wordt en dat het bedrijf weer mag opkloren zoals wij gewend waren in Elburg. Inderdaad, en dan met z'n allen maar weer eens even wat kunnen doen. Dankjewel, veel succes. Dankjewel.